Veerle Strube, senior adviseur innovatie bij het Spaarne Gasthuis. U heeft net een workshop gegeven over virtual reality. Als ik aan virtual reality denk, dan denk ik van ja, dit is iets uit de gamewereld. Nou, dat zijn de meeste mensen die dat denken. Dat is iets uit de gamewereld. Maar dat is juist leuk. Je kan dat ook voor je laten gebruiken in de zorg. En in onze workshop hebben we het eigenlijk over hoe je VR kunt gebruiken voor eigenlijk de zorg van de patiënt beter te maken, maar ook het onderwijs binnen de zorg te verbeteren. Kunt u wat voorbeelden geven over hoe dat in de zorg werkt? Nou ja, je zou kunnen voorstellen, VR heeft als principe dat je je in een andere wereld begeeft en dat je brein aanneemt dat die wereld waar is. Dus het wordt gebruikt bij mensen met angststoornissen. Dus je kan je voorstellen dat als jij een pleinvrees hebt en dat je in een virtuele situatie terecht wordt gebracht en dat je dat stapje voor stapje dat kan oefenen. Of je kan je voorstellen mensen met posttraumatische stress. Dat zijn bepaalde cues die zorgen voor die stress. Dus als je die mensen terugbrengt in die situatie waar die cues plaatsvinden in een virtuele wereld, dan kan je dat heel stapsgewijs oefenen. En dan kunnen die mensen een nieuwe interpretatie geven aan die prikkels. Dus zo kan je dat gebruiken in de zorg. Nou, er zijn dus heel veel eigenlijk verschillende mogelijkheden in de zorg, maar ook nog in onderwijs. Daar had u ook nog een goed voorbeeld van. Nou ja, het leuke is dat wat ik vertelde inderdaad, is dat je natuurlijk als je in opleiding bent tot medisch specialist, dan ben je eerst ook co-assistent. En je kan je voorstellen, op de operatiekamer staat de chirurg en er staat nog een assistent en er staat allerlei personeel. En als co-assistent sta je daar ergens achter. En op een bepaald moment zegt de co-assistent of zegt de chirurg van nou, zie je dat? En dan zegt ook co-assistent, zegt ja, ik zie het. En dan ziet hij natuurlijk eigenlijk niks. En door een VR-camera op te hangen, dan kan je dus met die chirurg eigenlijk over zijn schouder meekijken van wat er gebeurt. Dus ik denk dat je als co-assistent dan veel meer zicht hebt op wat er gebeurt. En dat je ook door VR kan je zo kiezen waar je kijkt. Dus je kan ook veel meer zien dan alleen dat stukje. Hoe vindt zo'n chirurg dat dan, als er zo'n VR-camera op hem staat? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat in het Spaarne Gasthuis, ik heb het voorgesteld. En er zijn echt wel wat chirurgen die dat heel spannend vinden en die dat graag willen doen, dat experiment. En het is even wennen. Aan de andere kant, ja, het went ook zo. Dus er was niet zo heel veel angst, moet ik eerlijk zeggen. En in het algemeen, hoe is het sentiment als u met VR-oplossingen, VR-toepassingen komt? En wat zeggen mensen dan? Vinden ze dat een hele logische vervolgstap? Nou, dat is lastig, want als je heel erg bezig bent met VR, vind je het allemaal fantastisch. En wat ik merk is dat nog lang niet iedereen weet wat VR is en wat je ermee zou kunnen. Maar als je het uitlegt en dat je het laat zien wat je ermee zou kunnen, is daar best belangstelling naar. En vooral omdat ik geloof met name in het stuk het beïnvloeden van gedrag met VR. Dan moet nog heel veel onderzoek worden gedaan. Denk ik wel dat daar ruimte voor is. Omdat het is gewoon een nieuwe technologie die heel veel mogelijkheden biedt. Het is natuurlijk nieuw, dan is dat een beetje eng. Maar dat... Dat hoort erbij. En nou is dit een hele mooie technologische vernieuwing, innovatie. Er kan zoveel met techniek, maar het moet ook toegepast worden. Het moet gebruikt gaan worden. Zijn daar nog grote hobbels? Nou, dat is wat ik binnen ons ziekenhuis ook zeg. Die technologieën zijn echt puur als middel om iets beter te maken. Dus het moet niet een doel op zich zijn. De hobbels zijn, ik denk vooral durf allereerst en daarvan te leren met elkaar. En ja, hoe mooier je het wil hebben, hoe duurder het wordt. Dus daar moet je ook over nadenken. De andere kant is, als je daar iets in investeert, heb je er ook heel veel voor terug. En dan kan ik bijvoorbeeld teruggaan naar het idee van een patiënt met een vliegangst. Je kan een heel vliegtuig de lucht in sturen, maar je kan dus ook geld steken in het ontwikkelen van een virtuele vliegtuig met alles erop en aan. Ja, dan kan je voorstellen dat het A veel duurzamer is en dat die patiënt er veel meer aan heeft. Nou, op die manier kan je ook denken over andere toepassingen van VR. Dus het kost wat, maar uiteindelijk denk ik wel dat je wat hebt. Dus er is een business case voor te maken? Ik geloof daar wel in, ja. Dan horen we die graag als die rond is. Is goed. Bedankt. Alsjeblieft.